Nu de winter voor de deur staat, is het interessant om eens te zien wat er allemaal moet gebeuren voordat de turf, zoals wij die kennen, onze huizen kan verwarmen. Hier zijn we in het Drentse veengebied, waar de productie alweer groter is dan voor de oorlog. Het veen wordt eerst in een grote molen gespit en daarin met water vermengd. De brei die dan ontstaat, stroomt in grote bakken. Als het water is weggezakt, wordt de veenplaat vastgetrapt of gerold. De gewenste breedte en dikte wordt erin afgetekend en de turf uitgesneden. Daarna worden de turven op een speciale wijze opgestapeld, zo dat de lucht ze aan alle kanten kan bereiken. Ze worden dus in de natuur gedroogd. En pas als dat gebeurd is, dan kan de reis beginnen naar de Nederlandse fornuizen en potkacheltjes. Heel Maastricht.